Hartelijk welkom bij Terug naar Toen. Als wij aan het Rembrandt Theater denken, dan denken we aan dat filmtheater aan het Velperplein. Maar voor de Tweede Wereldoorlog was er in de Steenstraat een filmtheater dat het Rembrandt Theater heette. Het werd in 1927 geopend. Wij tonen u vandaag een aantal korte filmpjes uit het journaal van dat theater uit 1928. Wij nemen u graag mee terug naar toen. In 1927 werd de bioscoop Cinema Palace in de Steenstraat verbouwd tot het Rembrandt Theater. Het gebouw kreeg onder meer een art deco voorgevel met lichtornamenten en de naam Rembrandt stond in verlichte letters op het dak. De bioscoop brandde tijdens de oorlogshandelingen op 31 januari 1945 geheel uit en moest worden afgebroken. De bioscoop vertoonde in het voorprogramma korte journaals, waarvan er hier een paar volgen uit 1928. De Arnhemse watersportvereniging Jason organiseerde in 1928 een vlootrevue op de Rijn, waarbij allerhande gepavoiseerde vaartuigjes aan de Arnhemse Rijnkade voorbij trokken. Over belangstelling had de vlootrevue niet te klagen. De Rijnkade stond in 1928 vol met mensen. Hier zien we de boot met de toenmalige burgemeester van Arnhem, de heer Salomon de Monchy. De boot meert aan bij de jachthaven van Jason en de inzittenden stappen uit. We zien de huizen aan de Rijnkade en voorbeelden van de nieuwe haven en een gezicht op het toen nog bijna onbewoonde Arnhem-Zuid. Elk jaar organiseerde de Nieuwe Arnhemse Courant een hardloopwedstrijd om de Nieuwe Arnhemse Courantbeker. De lopers rennen door het centrum van Arnhem van de Rijnkade over de Singels en het Velperplein. Ook hier een goede opkomst van het publiek. Op het Velperplein wachtte een grote menigte bij Musesacrum de hardlopers op. De winnende sportploeg was de Arnhemse sportvereniging UDI. Dit zijn beelden uit 1928 van de ijsclub Arnhem in de wijk Molenbeke. De ijsclub lag tussen de Vosdijk en de Molenbekestraat, waar ook de ingang was. Het was de tijd dat er op het ijs nog volop gezwierd en gezwaard werd, ofwel schoongereden.
Nu nog wat beelden van de tweede Arnhemse ijsclub, Tjalf, in het Spijkerkwartier aan de Dullertstraat, de plek waar later het zwembad gebouwd zou worden. Presikaaf en de broek waren nog niet gebouwd en vanaf de ijsbaan had je nog een weids uitzicht over de weilanden. Tot slot nog een paar beelden van de intocht van Sinterklaas in 1928. Let u eens op de wagen met de Zwarte Pieten. Zij delen niets uit, maar zij krijgen pakjes toegeworpen om uit te delen aan minder bedeelde kindertjes. Misschien de traditie om weer eens op te pakken. Tot zover deze aflevering van Terug naar Toen. Volgende week meer.